werken, sporten, kinderen halen, brengen. Voor je het weet is weer een week voorbij. Als je een gezin bent, dan ben je zo met die kinderen bezig en je hebt allebei je eigen leven. Dus dan kan je elkaar toch wel soms denk ik, te weinig aandacht geven. Als er dan een feestje was of zo, dan zei ik van joh, ga jij maar. En dan was ik eigenlijk al lang blij dat als hij op zaterdagavond om 9:30 wegging, dat ik lekker kon gaan slapen. Ik vloek, zij vloekt niet. Ik rijd te hard, zij rijdt niet te hard. Ja, we zijn best wel een beetje elkaar tegenpolen. Nou, ik heb Sas op Lowlands leren kennen. Ik was eigenlijk zelf een heel net studentje. Fabian was een grote brede gast met lang haar en een gouden oorbel en een gouden ketting. En, ja, hij viel me op. Nou, ik denk dat is een leuke meid. Ze hebben daar een paar keer al flink feest gevierd eigenlijk. Al dansend over mensen heen en langs mensen. Ja, dat was leuk. En inmiddels zijn we 21 jaar later. Als je in de sleur zit, ja, dat sluit erin. En op een gegeven moment is het daar ineens. En dan moet je wel wat aan doen natuurlijk. We zijn gewoon lekker naar Lowlands gegaan. Oppas geregeld. En toen hebben we gewoon 3 dagen, of dat we kinderloos waren, hebben we daar feest gevierd. Met z'n tweeën. Ja, toen we hier al wegreden in de auto en we zetten muziek op, was het echt meteen weer goed. En we hebben elkaar daar gewoon weer helemaal gevonden. En toen ook bedacht van ja, weet je, eigenlijk kunnen wij alles gewoon wel samen doen. Ja, dat is mijn vrouw. Het is helemaal goed gekomen door Lowlands. Dus, ja, heerlijk. Het klopt gewoon.